English en dan in Dutch. Goedemorgen allemaal. We gaan zo van start met de kleine finale zesjarige paarden. De drie beste paarden van vandaag nemen deel aan de finale van morgen. Mocht u niet bekend zijn met de juryformule op dit WK, het systeem is anders dan bij normale wedstrijden. Bij een dressuurproef beoordeel je de proef normaal gesproken individueel, vanuit de positie waaruit je zit. Bij het wereldkampioenschap voor jonge paarden jureer je de dressuurbelofte als een team. We komen als jurypanel met één gezamenlijke uitslag van de jonge paarden. Daarom zitten we ook hier met headsets, zodat we met elkaar kunnen communiceren. Twee collega's op de lange zijde bij E en twee collega's op de korte zijde bij C. Na elke test komen we bij u terug voor commentaar over de proef en de cijfers voor draf, stap, galop, harmonie en perspectief. Ik geef het commentaar eerst in het Engels en dan in het Nederlands. Veel plezier. Bedankt aan ons jurylid, mevrouw Mariette Sanders Gansenwinkel, voor de uitleg, dames en heren. Laten we gaan genieten van de mooie smalle finale. De small final voor Six Years Old Horses, de provincie Gelderland prijs. De eerste combinatie, Baudelien. Zes jaar oud, de ruime nakoming van Bellissimo en Malle Feidertals, een Oldenburger. Gefokt door Nicole Wanning en de eigenaar is Celine Scarcy en Sarah Mills. Die wordt hier gereden door de Amazone uit Groot-Brittannië, Sarah Millis. Baudelien. Goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom op de derde dag van de wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden op het Nationaal Epicentrum in Ermelo. U kijkt naar de beelden van Clip My Horse. U luistert naar het commentaar van de redactie van de Paardenkrant. Mijn naam is Dirk-Willem Rosie. Wij beginnen met de kleine finale voor de zesjarige paarden. De combinaties die gisteren in de kwalificatieronde niet tot de beste 12 paarden behoorden, tot de 12 beste combinaties behoorden. En die dus vanochtend een poging gaan doen om alsnog een ticket voor de finale te bemachtigen. De beste drie paarden van deze ochtend, van deze kleine finale, die worden alsnog uitgenodigd voor deelname aan de finale. We beginnen met een Amazone uit Engeland, Sarah Millis. En zij rijdt Bodleian, een zoon van Bellissimo. In Oldenburg geregistreerd, deze ruin. Zoon dus van de Grand Prix hengst Bellissimo. Uit een moeder van Fidertans Andiamo. Deze kleine finale wordt gejureerd door Isabelle Judet uit Frankrijk, Elizabeth McMullen uit Canada, Maria Colliander uit Finland en Mariette Sanders van Gansenwinkel, die na afloop van elke rit commentaar zal geven in het Engels en in het Nederlands. Ik zal dan zwijgen zodat u goed kunt meehoren en meeluisteren wat het commentaar van de jury is op de zojuist geleverde prestatie. Zoals gezegd, we kijken nu naar Sarah Millis. Die met wat weinig impuls op weg is met haar zoon van Bellissimo. De kwalificatieronde werd gisteren een prooi voor de wereldkampioenen van vorig jaar, Fiontini, gereden door Severo Jurado Lopez. Met een hele fraaie tweede plaats. Voor Kirsten Brouwer, een 5-star, de verrassende maar zeer terechte hoge klassering.
die uiteraard rechtstreeks toegang verschaft tot de finale. Morgen twee finales, de 6- en de 7-jarige. En vanmiddag de finale van de 5-jarige. Ja, de stap zou wat losser en soepeler en ruimer kunnen. Ook in de draf zou wat meer souplesse en lossigheid op zijn plaats zijn geweest. De Amazone stelt het paard ook in galop heel behoudend voor. Weinig impuls. Ja, dat was dan de eerste rit van deze ochtend. De small final, de kleine finale van de 6-jarige paarden, aangeboden door de provincie Gelderland. We zagen Sarah Millis en Bod Lion. Bod Lion, bellissimo en mal verder tans. Deze Oldenburg geregistreerde 6-jarige om de provincie Gelderland prijs. So we saw the first rider of this morning. Good morning, Sarah. We have the following marks for your horse. The trot has a correct rhythm, but we like to see a little bit more forward tendency. I think the ambience here is quite interesting for a young horse. A little bit more go. Quite often in the corners, your horse was tilted, but we loved the medium and especially the extended trot. But due to the lack of forward tendency, we gave a 7.6. The walk. The walk has a clear rhythm, and we like that you really kept the contact in the first medium. We saw also some difference from the medium to the extended walk, but we like to see more stretching in the extended walk. 7.7. The canter today was a little bit tense, and we saw that also in the changes. The changes were not okay. Both changes, we had problems and they were not good enough, not clear. But there was a nice 3-beat and we like to see a little bit more suppleness. But in fact, the quality of the canter is there, 7-7. For submission, we had to go down. For the 2 changes were not correct, he was tilted, 6.7. And for perspective of this horse, a well-built horse with, I must say, 3 very correct gates, we gave 7.5.
and that gives a total result of 74.4. Als eerste Sara in de baan met haar mooi gebouwd paard, zeer correct. In de draf showde het paard een goed ritme. We zouden het paard alleen graag een beetje meer voorwaarts willen zien. Een beetje meer more go, 7.6. De stap heeft een correct ritme. Het is echt mooi dat ze het contact ook mooi verhield in de midden- en uitgestrekte stap. Maar we zouden graag een beetje meer stretching willen zien in de uitgestrekte stap. 7.7. De galop was wat gespannen. Het paard heeft absoluut kwaliteit en sprong en een duidelijke driebeat. Maar het geheel zou meer ontspannen mogen zijn, meer souplesse. En we hadden problemen met de wissels. Maar op zich, de galop heeft voldoende basiskwaliteit, 7-7. Voor harmonie zijn we naar een 6.7 gegaan vanwege dat hij af en toe kantelt. De twee mislukte wissels en ook het halt houden was niet correct. En als perspectief voor dit paard 7.5. Dat geeft een score van 74.4. Dankjewel. Thank you. Dames en heren, dat was het commentaar en de cijfers voor de eerste commentaar.